En een jaar of twee later, ja, we gaan een keer proberen het Europees kampioenschap. En dat lukt weer. En dan bouw je uiteindelijk na twee jaar later dan nog een keer op. In het wereldkampioenschap. En als het al lukt, is het natuurlijk plezant. Hè. Maar vroeg of laat gaat er ook wel waarschijnlijk iemand zijn die beter is dan mij. Ik hoop dat het nog lang mag uitgesteld worden. Hè. Mijn naam is Delphine Persoon. Ik woon in Gids. Als hobby doe ik de boksport, het Engels boksen. Nu sinds een 9-tal jaar. En intussen ben ik al opgebouwd eigenlijk, tot wereldkampioen, WBC wereldkampioen in de boksport. Ik heb eigenlijk altijd judo gedaan. Eigenlijk van kleins af eerst ballet en dan altijd judo gedaan. Maar dan door een rugblessure moet ik inderdaad een nieuwe uitdaging zoeken. En met dat ik eigenlijk altijd judo op hoog niveau gedaan heb en heel veel trainde, miste ik dat wel een beetje voor te moeten stoppen. En dan zoek je natuurlijk een nieuwe uitdaging. En tijdens de politieopleiding kom ik terug in contact met andere gevechtsporten, waaronder de boksport. Ik zeg, zou ik dat proberen? En zo ben ik er eigenlijk in gerobbeld. Nee, ik gebruik deze zak omdat mijn een blessure aan mijn hand zit. En dit is eigenlijk al een oudere zak. Je ziet dat de stof redelijk goed ingaat. Waardoor dat de druk op mijn hand dat ik sla veel minder is. Er zijn ook heel dikke handschoenen om. Gelijk dat je ziet, voor eigenlijk de blessure zo weinig mogelijk. Want iedere keer dat ik sla, voel ik het wel. Maar ja, pijn doorbijten, eerlijk als ik zeg. De eerste keer dat ik in de zaal kwam, zag je direct dat ze gemotiveerd was en dat ze graag, heel graag trainde, heel graag werkte. En dat ze veel karakter had. Ik zeg, dat is iemand waar we mee kunnen doordoen. Ja, ik kijk op voorhand altijd tegen wie ze bokst, omdat we graag punten bij hebben. Dus als je een rankingbokser hebt of een bokser die kan kampioen worden, moet je via een laddersysteem omhoog ranking omhoog laten boksen. Ja. Zoals in de meeste sporten ligt het niveau voor de mannen denk ik nog iets hoger toch dan bij de vrouwen. Er zijn er gewoon meer. Als je kijkt van hoeveel in een gewichtsklasse, hoeveel mannen dan er zijn, gaat het over een groter aantal dan met de vrouwen. Sowieso blijft het wel moeilijk, want de boksport heeft de laatste tijd toch zeer veel populariteit gewonnen. En is het niveau toch de laatste jaren, zeker de laatste 5-6 jaar, het is een Olympische sport nu ook geworden, is het toch zeker heel veel omhoog gegaan. Om wereldkampioen te worden, denk ik, is toch ook een stukje geluk dat je moet hebben. Je moet natuurlijk talent en karakter hebben voor er te geraten en er veel voor werken. Maar aan de andere zijde is het ook belangrijk dat je een promotor hebt. En dat je iemand hebt die bijvoorbeeld financiën kan dragen. Want een kampioenschap, zeker bij de profs, kost heel veel centen. En als je niemand hebt, als rechter die achter u staat, dan krijg je de kans niet om te boksen voor de wereldtitel. En ik heb wel geluk gehad dat Paul de Grote, dat wij zo'n sponsor hebben gevonden. En die financieel ondersteunt om zo'n kans te krijgen. Het is wel een harde sport. Hè. Een boksport is een harde sport. Waardoor dat je wel ziet wie dat er doorzetting heeft en wie niet. En dat je misschien ook wel automatisch als een beetje doorzetting krijgt. Allee, voor jonge gastjes is dat ook psychologisch toch een heel stuk spel. Boksen is niet alleen eigenlijk, ik moet zeggen, vechten en kloppen op elkaar. Het is ook psychologisch toon dat je er staat. En als jonge gast van 15, 16 jaar als eerste keer in de ring te komen. Op training zijn die hier altijd wel samen trainen, in groep trainen, bijleren. Maar eenmaal op competitieniveau is het wel jij alleen die in de ring staat tegen niemand anders. En psychologisch kan dat wel een redelijke druk meegeven bij de jonge gastjes, of toch zeker stress. Van oei, nu moet ik het zelf doen, nu moet ik alleen in de ring komen. En dan is bij ons toch zeker voor mijn trainer, Flip Dampere zegt toch altijd, winnen is niet belangrijk. Voor mij, ik ben tevreden als je goede kampen doet. Blijf op je palmarès staan, de mensen blijven dat ook altijd aan het houden. Je hebt zoveel kampen gewonnen, maar je hebt toch eentje verloren, krijg je het toch altijd te horen.
Jammer genoeg voor mij, zat er, allee, het staat op je palmarès, he, maar zat er wel een reden achter. In die kamp heb ik ziek gebokst. De nacht ervoor was ik in spoed opgenomen met uitdrogingsverschijnselen. Maar ja, ik had 100 tickets verkocht. En dan zeg je, ja, ik wil de mensen niet teleurstellen, ik moet gaan boksen. En dan rechtstreeks van het ziekenhuis, middels rechtstreeks naar de ring. Ja, het zal wel gaan, het zal wel gaan. Maar ik voel ook dat ik nog niet heel hersteld zit. Als je buikgriep hebt of een plaasje en dan al een kilo of 4 vermagerd zit, ja, dan heb je de kracht niet. En het lichaam wil wel. De geest wilde wel, maar het lichaam wilde niet mee. En, allee, als je moet verliezen, voor mij persoonlijk moet je klopt zijn op waarde. Dan moet, je klopt zijn door iemand die beter is. En daar gaat er nog moeilijk bij hem. Maar dat ga je uiteindelijk kunnen begrijpen. En ga zeggen, een ander was gewoon beter dan mij. Dan ga ik dat denk ik wel vroeg of later mee kunnen neerleggen. Maar als je verliest, terwijl je beter bokser bent en fysisch ook beter, maar het is gewoon omdat je ziek bent, dan is dat eigenlijk... voor mij, ik persoonlijk vind dat sneu en ik vind dat niet echt... ik heb het er moeilijk mee. Maar als je verliest tegen iemand die echt beter is, vroeg of laat kunnen dat dan ook plaatsen. Hè. Als ze beter zijn, zijn ze beter. Hè. Voorlopig ben ik terug bezig met de cursus te volgen binnen de politie. Het is niet echt de cursus voor te zeggen voor te verhogen van graad of zo, maar het is meer eigenlijk uit interesse. Volg ik nu specialist geweldbeheersing, dwang met vuurwapen en dwang zonder vuurwapen. Volgende week, dinsdag, dat is 20 december, heb ik praktijkexamen van dwang zonder vuurwapen. Dan 21 december heb ik praktijkexamen van eigenlijk TIR, dat is schieten dan, met ons vuurwapen, collectief en individueel vuurwapen. En dan woensdagmiddag, de 21ste, hebben we theorie-examen van alle vakken. En de 25ste, ik heb al automatisch wat stress omdat ik wat minder kan trainen. Op 25 december boks ik op de kerstmeeting te Isegem. En dan nu met die examens die eraan komen, brengt toch wel wat extra stress mee, zeg het zo. Je voelt dat wel. We zitten hier op Boxhall in Isegem. Dat doen we op 25 december, de kerstmeeting. Ik boks er vandaag ook. En mijn tegenstander is de Afrikaanse Evelien Odero. Zij komt uit Kenia. En ik verwacht wel een Thai tegenstander van al de Afrikanen. Zij zijn fysisch sterk. En komen altijd om de overwinning binnen te halen. Ze gaan een rekening laten doen. Dus ik verwacht wel een Thai kans te maken.